Hey, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Joris Mosdijk en we gaan dadelijk samen met Jos Verstappen vooruitblikken op de Grand Prix van Singapore. De race waar Max Verstappen misschien kampioen kan worden in de Formule 1. Maar we gaan eerst naar misschien wel de meest besproken coureur van de afgelopen maanden. Oscar Piastri is waarschijnlijk de coureur waar in 2023 alle ogen op gericht zijn. En hij kwam natuurlijk in het nieuws na zijn overstap van Alpine naar McLaren. En buiten de Formule 1 heeft Piastri, de Australiër, een ontzettend goed repertoire opgebouwd. In zijn eerste jaar in de Formule 3 werd hij kampioen en dat herhaalde hij in de Formule 2. En Red Bull teambaas Christian Horner zag het talent al van Piastri en heeft achteraf spijt dat hij daar niks mee gedaan heeft. Dat vertelt hij in Beyond the Grid podcast. Hij reed voor Arden in de Formule 4 en de Formule Renault en het was duidelijk een groot talent. Er was destijds een mogelijkheid voor Red Bull om serieus naar hem als optie te kijken en die hebben we niet benut, waar ik spijt van heb. Wat hij heeft bereikt is fenomenaal, zowel in de Formule 3 als in de Formule 2. Horner wil niet te veel ingaan op de hele situatie tussen Piastri, Alpine en McLaren, omdat hij niet over alle juiste informatie beschikt en niet alle feiten kent. Maar hij weet wel dat het bij Red Bull heel anders was gelopen. Als hij bij ons coureur zou zijn geweest, dan zou hij nooit voor slechts een bepaalde tijd achter slot en grendel hebben gezeten. Hij is een geweldige coureur, maar het enige probleem is nu dat hij moet dealen met de hoge verwachtingen. Terug naar de coureur die Horner wel onder zijn hoede heeft en dat is Max Verstappen. De Nederlander kan namelijk in Singapore op het Marina Bay Street Circuit zijn tweede titel veiligstellen, aangezien hij al een voorsprong heeft van 116 punten op naaste concurrent Charles Leclerc. De titel kan dus al veiliggesteld worden en mocht dat niet lukken, dan zijn er daarna nog 5 Grand Prix's te gaan waar hij het opnieuw kan proberen. En Jos Verstappen die gaat naar Singapore en afhankelijk van het resultaat gaat hij ook naar Japan toe. En voor hem is het puur alleen maar afwachten wanneer zijn zoon zijn tweede wereldtitel kan gaan vieren. Gelukkig ligt Max een flink aantal punten voor en het ziet er allemaal heel positief uit voor de tweede wereldtitel. Maar het moet eerst nog gebeuren. Ik ga zeker naar Singapore en dan naar Japan afhankelijk van het resultaat van de race. Uiteindelijk maakt het me niet zoveel uit wanneer het gebeurt met het verdedigen van zijn wereldtitel. Het belangrijkste is dat het gebeurt. Vader Jos geniet logischerwijs van de dominante reeks van zijn zoon. Sinds de Grand Prix van Frankrijk 5 races geleden wist hij ze allemaal te winnen. Dit toont aan dat de auto van Max zeer goed is. Als hij nu voor de verandering eens vanaf de voorste startrij kan starten, dan wordt het allemaal nog makkelijker. Tot zover deze video. Vergeet je niet te abonneren, want morgen komt er een video online waarin ik probeer het ongetraind tegen een 11-jarige professionele karter op te nemen. Of dat lukt, zie je dus op vrijdag. Vergeet je daarom dus niet te abonneren. Like deze video en voor nu, bedankt voor het kijken.